Ja, ik verwacht dat mijn team het goed gaat doen natuurlijk, want we zijn allemaal best wel lang, dus ik heb er best wel vertrouwen in. Boys, we kunnen niet verliezen nu, hè? Nee, man. Ik ga tering boos worden. Pakken, 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 pakken! Goed, 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 goed! Dit is toch wel spannender dan ik dacht. Bonjour, mon frères en mon frères. Welkom bij een nieuwe aflevering van Beter dan de Rest. Het programma waarin ik bewijs dat ik beter ben dan de rest. En beter ben met alles wat ik doe. Dat betekent skiën, racen, salsa dansen, ijshockey. Maakt niet uit, noem het maar op. Ik kan alles. Vandaag heb ik weer een team gemaakt. Ik heb natuurlijk Della bij me. En Dopie is er vandaag bij. Dopie, ben je een beetje sportief? Tuurlijk, man. Spannend, dan wordt het geregeld. Della, jij bent sowieso sportief. Dat weet ik al. En natuurlijk hebben we mensen nodig om van te winnen. En vandaag is dat niemand minder dan Gio, Tim en Joey. Als het goed mag, gozer. Ja, zeker. Ja, toch? Ja, man. Lekker Ik heb Rooski. Leg het maar uit. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan vandaag bossa ballen. We gaan wat de bal? Bossa ball. Bossa ball. Bossa ball. Ja, het is dus een combinatie van voetbal, volleybal en turnen. Ik denk dat jullie wel een probleem hebben. Want ten eerste ben ik met twee personen hier die 3 meter zijn. Ja, maar jij bent 1,20. Voetbal weet ik niet hoe het met ze zit. Maar wat jullie niet weten misschien, is dat ik 3 gouden medailles heb met turnen. En dat is eigenlijk alle informatie die ik nodig heb om vandaag te winnen. Ik geloof echt niks van, man. Dat is geen stress, dat gaan we binnen zien. Hebben jullie er vertrouwen in? Ja, zeker. Ik denk wij meer. Laten we gewoon naar binnen gaan. Bos, abbal, let's go, man. Besef dat de sterspeler de kleinste is. Welkom in de Sportbox, een urban sporthal in Utrecht. Vandaag gaan we aan de slag met bossabal, een combinatie van voetbal, volleybal en trampolinespringen. In Zuid-Amerika is het echt een grote hype. We spelen het allemaal, op de stranden natuurlijk, en nou hier in Nederland. Maar jullie zijn dus zeg maar de bossabal pro's? Wij zijn een soort van bossabal pro's. In 2016 hebben we het Olympisch kampioenschap in Rio. Is hier iets Olympisch van? Het is een soort van Olympische toernooi geweest toen. Okay, en dat hebben wij als Nederlands zijn op onze naam geschreven. Jullie gaan straks splitsen en dan heb jij een team en jij hebt een team. En dan gaan we 4 tegen 4. Maar ik neem aan dat we eerst gaan trainen, toch? Ja, en degene die het beste willen worden uiteindelijk moeten bij mij komen, denk ik. Dus kom maar direct bij me. We gaan bij hem. Dan hebben we meteen de teams gevormd. Ja. Maar dan gaan we natuurlijk eerst een klein beetje voorbereiden, warm worden, zorgen dat we allemaal klaargestoomd worden om uiteindelijk die challenge te winnen. Oké, doen. Hey, sorry hè, maar ik wil winnen. Laten we het doen, man. Ik ben ready. Yes? Mama, yes. Let's bossa ball! Oké, jongens, we gaan beginnen met de eerste oefening. We moeten een beetje controle krijgen over de bal op dit luchtkussen. En dat doen we door de bal over te spelen aan onze eigen kant van het veld. Dat zullen we zowel met de handen als met de voeten als met de hoofd. En wie weet wat voor vette tricks we nog meer kunnen gaan doen. Maar dat ligt een beetje aan het niveau natuurlijk. Oké. Dus ik verwacht dat wij heel veel kunnen. Verwacht ik ook. Hier. Elleboog. Maar je ziet er nog pijn, man. Hier opkomen. Oh, hier. Ja. Komt ja. Onderhand. Ja, dat is prima. Kijk, hier. You see? Lekker. 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 Oh, kut. Ja, ja. Oh. Ja, ik verwacht dat mijn team het goed gaat doen natuurlijk, want we zijn allemaal best wel lang, dus ik heb er best wel vertrouwen in. Tim die gaat aan de zijkant spelen. Tim die kan wel goed koppen. Tim, ja, tenminste, ik weet eigenlijk helemaal niet wat, ik lul wel, ik weet helemaal niet wat Tim kan. Ik verwacht sowieso wins. Ten eerste, Della weet dat ik alles win, dus hij wil niet degene zijn die ervoor zorgt dat ik verlies. En Dopie moet ze best wel doen, want hij heeft verloren bij Beter dan je moeder. Dus de enige kans om nog iets te kunnen winnen is als je met de winnaar bent. We hebben het volleybal en het voetbalgedeelte nu gehad. We gaan nu de trampoline gebruiken. Dus daar komt het turn-aspect weer een beetje naar voren. En dan gaan we proberen zo hard mogelijk over het net heen te slaan. Ik zal het 1 keertje laten zien. 1. 2. Jeetje. That's it. We doen het aan 2 kanten. Wacht even, wacht even. Ja. Hij denkt winkel. Hij denkt... Go! Jump! Ja, ja goed, 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 goed. We zijn al klaar, man. We zijn nog niet eens begonnen. Maar gaat wel lekker, we hebben dit sowieso. We hebben Della in ons team, we hebben Keizer, we hebben onze Mr. Olympische winnaar.
gaat helemaal niet fout gaan vandaag. Training ging super top, het is super gezellig hier de hele dag. Ik maak me alleen een beetje zorgen om Gio, want ik weet niet wat die gozer aan het doen is. Maar voor de rest, ik en Tim compenseren het wel een beetje. Oké, mannen, we hebben het overspelen gehad, we hebben het aanvallen gehad. Nu moeten we elke rally nog beginnen. Dat doen we met een opslag of een service. Maakt niet uit hoe we dat doen, met je handen of met je voeten, dat mag je zelf weten. Dus die bal uiteindelijk maar over het net heen op het speelveld van de tegenstander belandt. Ready? Wees een beetje creatief. En kom vast goed. Zin in. Let's go. Ah, dan ga ik met mijn ballen. Met mijn voeten. Ik zei bal. Dan ga ik met mijn ballen. Ja. Oh! 1-0. De basis is dus met je handen. Maar nu kunnen we het ook met de voeten proberen. Ja? Omhaaltje. Juist. Bel vast 1 en 2. Ah, goed, niet zo. Nee! Ja, ja. Springt, omhoog en schoppen. Juist. Juist, nice. Zo. Ik zag dat Keizer rare salters deed. Maar daar kan je geen punten mee winnen. Je moet hem echt raken. Dus wat makkie. Het is toch helemaal niks. Hey. We gaan winnen. Ik vind vooral dat de jongens aan mijn kant, dus het team van Keizer, erg veel balvaardigheid hebben. Ik ben er alleen niet van overtuigd dat ze ook gaan winnen, want het is heel erg verraderlijk bij dit spel. Het gaat straks echt uitkomen op samenwerken, controle over de bal en uiteindelijk ook de langste adem. Ik ben benieuwd. We gaan dit regelen, man. We hebben nu een voorlopige opstelling. Hij begint in het midden op de trampoline. Della achter of zijkant om het spel te verdelen. Hij hoeft alleen de bal te tikken eroverheen. Oh, laten het lukken. We laten het lukken. Waar gaan we staan? Wat was jouw positie? Ja, oké, ik zeg heel eerlijk. Jij moet niet... Ik stond links voor. Jij moet niet op de trampoline gaan staan. Maar dat was voor jou. Ja, okay. Ik sta rechts voor sowieso. Okay, dan ga ik op de trampoline. Nee, wacht. Ik wil ons tactiek zeggen. Wacht. Oké, we zeggen power. Okay. Power. 1, 2, power! Oké, mannen, we zijn er klaar voor. We gaan de wedstrijd zo dadelijk beginnen. Allereerst even belangrijk om een paar belangrijke regels nog een keertje te herhalen of in ieder geval te vertellen. Punten scoren we natuurlijk door de bal op het speelveld van de tegenstander te krijgen. Als de bal op het gele gedeelte komt, krijgen we 1 punt. Komt de bal in de trampoline, krijgen we 3 punten. De groene rand, dat is een soort van doelpaal. Dan kan de bal stuiteren en rollen en dan kan je gewoon doorspelen. We beginnen elke rally met een service, een opslag die we geoefend hebben. Maar je hebt helaas maar 1 opslag per keer. Punten worden bijgehouden, spelen tot 21 punten. Laat het beste team maar winnen. Yeah! 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 Hey, praten. Hey, prettige wedstrijd, veel plezier, succes. Ja. Praten. Hey, via jou, gaat. Ja. Hij is niet aangeraakt. Wat ga je doen? Let op. Goeie bal. Ja, rust. Rust. Overeen. Hey, yo. Shit. Laat gaan. Ja. Je mag gaan. Ja. Maakt niet uit. Pak het lekker. Goed. Door, rust. Ja. Goed. Doe maar, overeen. Oh, ja. Eentje rond. Kom ja! Lekker! Nee, waarom serveert hij? Ik heb. Doe maar overheen! Nee! Wat? Probeer aan het doen, man! Ik wil hem wisselen! Ah, je won, man! Ik wil hem wisselen! 2-0 voor! Wissel! Gio eruit, Gio Latoy! Ja! Hij plakt niet. Ah! Ja, ik kom er achter, de microfoon is gevallen. Laat maar. Ja! Laat maar, hij kan dat niet. Hij kan dat niet. Ja! Ja! Wat een bal. Goed. Ja, laat. Kan hij niet. Kan hij niet. Laat maar. Het moet scoren. Jou. Drie punten. Laat maar! Ja. Oh, rustig. Slecht. Wow. Wat doe je? Oh. Ja. Wacht recht.
uit, uit. Ja, heel goed. Kijk, kijk, kijk. Jouw Gio. Kijk. Hebben we. Nee, uit! Lekker. Nee! Ik wou het proberen. Hebben we. Ja! Wat een boel. Ja! Kom maar. Yo! Laat maar uit, uit, uit! Fuck! Oh nee, Carlo! Fuck it! Ja! Heerlijk! Uit, uit, uit! Oh! Uit, uit, wat is dit allemaal? Laat gaan! Voor ons! Gio! Della! Terug! Gio! Ja! Ja! Hé, hey, dat mag niet! Dat mag niet! Dat mag niet! Nee, dat mag niet! Dat mag niet! Even los! Dat mag niet! Hier speelt er maar één persoon fout, dat ben ik! Ik denk dat die jongen gewoon geld heeft gegeven, want dit gaat niet goed. Gio! Lekker! Ja! Ja! Kan ook niet! Mag niet! Twee keer geraakt! Ja! Mag niet? We zijn aan het einde. Ja. Maar we moeten dat vol blijven houden. Het kan alsnog fout gaan, boys. We kunnen niet verliezen nu, hè? Nee, man. Ik ga tering boos worden. Ik jou dan, ga ja? Jij hier? Ik ga in het midden en dan ga jij daar. Nee, ik ga hier. Ga jij achter? Ja. Oké, okay, top. Wel een beetje mooi doen, man. Hey. Beetje show toch? Beetje show. Let's go! Hey. Bella! Als het niet gaat, gelijk klaar. Let's go! Het. Ja! Ja! Kom maar hier, kom. Pakken! Lekker! Hebben. What the fuck doe je, man? Ja, jou, ja, jou. Ja. Lekker! What the fuck? Kan niet, man. Pakken! Goed, go! Ja! Ja! Oh! Ja! Het! Hey. Ja, toch! Laat maar! Het! Ja! Dat doen we! Ja, uit! Ja, hallo, hé! Allemaal! Della! Yes! Overeen! Uit! De bal is uit, man! Oké. Hey, weet je wat? Hey, fuck die salto shit! Laatste punt gewoon erin, man! Ga door! Oké, nog één punt achter. We kunnen het winnende doelpunt scoren, of weet ik hoe het heet. Nog even! Kom op, jongens! Rust! Ja, nog een keer! Kom! Hey, twee punten stil, hè? Kom maar! Overeen! Rustig, hè? Overeen! Voor jou! Ja! Voor jou! Ja! Het staat nu 21-20 voor ons. Het ging eigenlijk om 21 punten. Maar nu stonden we net gelijk bij 20, dus moeten we 2 punten verschil hebben. Dat gaat nu gebeuren. Oké, focus. Laatste actie. Ah. Ja. Hij kan dit niet! Doe maar! Laat! Waarom ben je hier? Waarom is dat hier? Opnieuw. Concentratie. In het net! Laat maar! Uit, juist. Gio, man! Nog eentje. Dit is toch wel spannender dan ik dacht. Elke keer. Hey, boys. Hey, nu hè, jongens. Nu hè. Even normaal doen. Hij is nu. Hey, normaal doen, jongens. Focus. Hey, mannen, even normaal doen. Sta jij er goed bij? Even normaal doen. Nu hè. Oké. Tats. Voor jou. Hij kan dit niet! Laat me salto gooien. De rim salto. Hem gooien. Nu komt ie. Het is allemaal door jou, Gio. Allemaal door jou. Echt gewoon aan de kut. Jammer, heren. Goed gespeeld. Hey, Dopie. Della. Victory rondje om te laten zien dat dit ons veld is. Dit is onze baan. Applausje aan het publiek. Dit is de reden dat we hebben verloren. Meer ga ik niet zeggen. Het staat hier in levende lijven. Het is ook niks voor jou, deze sport. Ja. Gewoon mee stoppen. Jullie gingen lekker. Gewoon mee stoppen. Ik heb alleen maar gescoord. Het is echt ongelooflijk. Wat was je aan het doen? Je kan beter op hockey gaan. Ik moet me inhouden. Ja. Had jij verwacht dat ik zou verliezen? Lekker pech voor jou. Niemand doet dat. De instructeurs wil ik bedanken. Dat is Kenneth. Dat is Joel. Dankjewel. Natuurlijk de scheidsrechter moet ik niet vergeten. Die wil ik ook bedanken. Miguel. Ik wil Sportbox Utrecht wil ik bedanken. En natuurlijk de verliezers die achter mij staan. Gio, Tim en Joey. Dankjewel voor het komen, jongens. Helaas. We hadden niks anders verwacht. Voor jou thuis. Vergeet niet te liken, subscriben en commenten.
En natuurlijk de volgende keer weer te kijken naar hoe ik iedereen afmaak bij Beter Dan de Rest.